Komen de baan op. Start. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de Prix Charme Asserdal. Dat is de draverij op het gras voor Trotteur Français. En na de start worden natuurlijk de posities gekozen en komen dan door de eerste meters. En bij het doordraaien van de eerste meters is het aan de kop. Uitgeschakeld nummer 1, glap nummer 1. Terwijl de 1 wordt uitgeschakeld, Curtis O'Malley, is het Daddy of Paradise die de leiding heeft. Daddy of Paradise heeft een lengtevoorsprong genomen. Bria Lotoise op de tweede plaats en in derde positie volgt reeds Cybermatch. Dat zijn de aanvoerders in de beginfase van de koers. Dalios de Guest die volgt en dan Etit Feu. Die wordt gevolgd door Douglas Duoti en zo gaan de paarden dan de bocht in. Daarachter volgt dan Casanova de Rico, voorafgegaan door Kronos. En de paarden zijn in de landscheidingsbocht onder aanvoering van Daddy of Paradise. Daddy of Paradise, die heeft de leiding, heeft een lengtevoorsprong op Brière Lotoise. Derde positie is voor Cybermatch. En in vierde positie volgt dan Dalios de Guest. Dat is op dit ogenblik het leidend kwartet als de paarden de rechte lijn voor de tribune voor de eerste maal in komen. Grote achterstand is erop gelopen door Comet Buffet. En de deelnemers komen zo dadelijk langs de intersectie met de 1200 meter Sintelbaan. Met nog altijd Daddy of Paradise die leidt. Daddy of Paradise, Brière Lotoise op de tweede plaats. Derde positie is voor Cybermatch. Vierde aan de buitenzijde Casanova de Rico, die komt op. Aan de binnenzijde Dalios de Guest en dan volgt Kronos met Etit Feu en daarachter Douglas Duoti. En dat zijn op uitgeschakeld nummer 4, glap nummer 4. Die het toch betreft. En Black de Moran wordt uitgeschakeld als we nu de laatste ronde ingaan. En Hein van de Hende de leiding heeft genomen met zijn nummer 10, Casanova de Rico. Casanova de Rico gaat de Klingendaalbocht in met een lengtevoorsprong op Daddy of Paradise. En derde is Bria Lotoise. Op de vierde plaats daarachter volgt dan Cybermatch. Met daarachter aan de binnenkant Dalios de Guest, die thans wegspringt. En gepasseerd wordt door Kronos. Weer staat Dalios de Guest nu. Dat was een kort foutje. Deelnemers zijn op weg aan de overzijde van de baan. En het is nog altijd Casanova de Rico die leidt. Casanova de Rico, Hein van de Hende, gaat op voor zijn double. Heeft de twee lengtevoorsprong op de tweede plaats, Daddy of Paradise. Daarachter op de derde plaats, Brière Lotoise. Twee lengten daarachter volgt Cybermatch, gevolgd door Kronos. Dat zijn de best geplaatste. Daarachter volgt dan in de henkgrift uitgeschakeld nummer 7, nummer 7, galop. Terwijl thans de nummer 7 Comet Bavet wordt uitgeschakeld en we het landje van Jochems passeren met Casanova de Rico aan de leiding. Casanova de Rico, anderhalve lengte voorsprong. Daddy of Paradise nog altijd tweede. Derde positie voor Brière Lotoise. De vierde plaats voor Cybermatch. Daarachter volgt dan Kronos. En achter Kronos volgt de hele rest die nog wil volgen. Etit Feu bijvoorbeeld. En achter Etit Feu nog de nummer 8, Douglas Duoti. En de rest staat op achterstand als de paarden de laatste bocht ingaan. En van den Ende nog altijd leidt met Casanova de Rico. Een lengtevoorsprong. Daddy of Paradise op de tweede plaats. Derde positie is nog altijd voor Bria Lotoise. De vierde plaats voor Cybermatch. En zo zijn we dan op weg naar de laatste rechte lijn. En dan neemt hij weer afstand. Casanova de Rico. Het is nu 3-4 lengtevoorsprong op Daddy of Paradise. Maar die laatste 600 meter, dat zal ook Hein van de Hende mogelijk gaan merken, zijn lang hier op die graspiste van Duindicht. En er komt mogelijk nog een aanval van bijvoorbeeld een Bria Lotoise. Die wordt nu naar de tweede plaats gestuurd door Eddy van der Galië en wordt nu ook geswitcht naar binnen. Het is nog altijd Casanova de Rico die leidt. Bria Lotoise op de tweede plaats. Daarachter volgt dan een terugzakkende Daddy of Paradise. Die heeft het beste gegeven. Cybermatch loopt een wereldkoers. Ligt op dit moment op de derde plaats. En aan de buitenzijde komt Kronos. En zo komen we dan de laatste meters in. En als we de laatste 200 meter ingaan, is het aan de binnenkant. Bria Lotoise probeert de leiding over te nemen, maar het is aan de buitenkant nog altijd. Casanova de Rico. Bria Lotoise aan de binnenzijde wordt gepasseerd door Etit Feu. Maar het is een dubbel voor de familie van de Hende. Want het is de nummer 10 die het wint. Daarachter op de tweede plaats dan Etit Feu. Voorlopige uitslag 10-5-6. 10-5-6 voorlopig.